Hmm. Je kunt niet alleen opstaan, zie wel dat je een baby bent. Ja, ze ligt op haar rug, naar een kever. Hanna! Hé, hey, wat is er aan de hand? roept Emma mij. Een kleintje, kun je niet zelf alleen opstaan? Ja, blijf voor altijd liggen, hè. Oh man, ze lachen mij uit. Ik kan niet opstaan, mijn rugzak is te zwaar. Die trekt me naar beneden. Hé, hmm. hey, wat is hier aan de hand? Jongens doen akelig tegen mij. Maar Emma, waarom lig je op de grond? Gaat het wel? Wij hebben nu niets gedaan hoor. Kom ik help je op. Ja, dankje. Zo, en wat is hier precies gebeurd? Dat wil ik wel eens weten. De jongens lieten mij niet op de draaimolen. Toen heb ik heel lang zitten wachten werden ze boos en hebben ze mij uitgelachen. En toen lag ik op de grond en kwam ik niet meer omhoog, want de rugzak is dus waar. Uh, dat is niet waar, ze is eraf gevallen en toen wilden wij haar ophelpen. Ja, zo was het. We, we hebben niets gedaan. Hanna, oh, dat klopt niet. Hij liegt. Ik ben niet op de draaimolen geweest en heb de hele tijd gewacht en zij maakte grapjes over mij en hebben me geduwd. Dat is echt zo. Dat kan toch niet? Wat zijn jullie voor een stelletje? Een klein meisje, je kunt haar ook gewoon op de draaimolen laten. Maar jullie duwen haar? Wat moet dat? Zoek dan ruzie met iemand van je eigen grootte en niet met een driejarige. En jou, jou ken ik. Je zit in mijn parallelklas. Je zit in B toch? Nou, ik zal de juffens vertellen wat jij met kleine meisjes doet. Doe dat alsjeblieft niet. Oké, okay, het uh, spijt me. Ik wilde dit helemaal niet. Mooi. Dan stel ik voor dat jullie je allemaal bij M verontschuldigen. Zo ga je niet met mijn kleine zusje om. Wow, Hannah zegt kwaad op ze. Ze zegt waar het op staat. Doet ze goed? Uh, ja, het spijt mij. Oké, okay, het is dus je vergeven. Ja, het spijt mij ook. En je rugzak is heel cool. Ik ben gek op groen. Mm, prima. Je excuses is geaccepteerd. Ja, het spijt mij ook. Echt. Werkelijk. Hmm, oké, okay, goed. Jouw excuses is ook geaccepteerd. Maar dat t-shirt heb je vast van Dave gestolen. Die heeft ook zo eentje. Zo, en nu wegwezen. Nu mogen wij op de draaimolen. Ja, precies. Hanna, je hebt dat goed gedaan. Je hebt ze op het nummer gezet. Ze zijn, geloof ik, nu bang voor je. Hé, hey, ik was ook pist. Hoe kun je zo akelig doen tegen een driejarige? En Emma, vertel het mij als er nog eens zoiets is. Ik zal je altijd verdedigen. Doe ik, dank je Hanna. Laten we nu maar naar huis gaan. Het is al laat en het avondeten is zo klaar. Maar Hanna, ik ben nog helemaal niet op de draaimolen geweest. En ik wil zo graag, maar dat ging niet door de jongens. Och nu nog op de draaimolen. Oké, okay, maar snel hè. Zo Hanna, hou je goed vast. Daar gaan we. Hoe Ja, nog eens. Zo, nu moeten we gaan. Mama wacht al en papa ook. Ik zou rond je draaimolen kan toch niet. Ik voel me zo duizelig. duizelig. Hallo mama, we zijn er weer. Ja, we waren op de speelplaats. Hallo, ik heb het avondeten klaar. Hoe was het op de speelplaats? Oh, eigenlijk wel leuk, maar we hadden wat gedoe. Gedoe? Ja, er waren jongens die mij een uitlachen waren, maar Hanne heeft ze op een nummer gezet. Ze is heel moedig. Ze moet daar misschien wat meer zakgeld krijgen of zo.